Een onverwachte wending in de zaak rond de moord op Ishelle uit Oostburg. De verdachte heeft bekend. Je denkt het, je verwacht het of je hoopt het en dan komt het. En ja, dat was wel heel emotioneel voor ons allemaal. En verder in deze uitzending. Brand verwoest loods en alles erin. En waar blijft nou toch dat kenniscentrum? Goedenavond. De vrouw die verdacht wordt van de moord op Ishelle uit Oostburg heeft onverwachts bekend. Heel lang heeft ze volgehouden dat ze alleen betrokken was bij het wegmoffelen van het lichaam van Ishelle. Tot vandaag. Vorige week donderdag heeft de verdachte een verklaring afgelegd bij de rechtercommissaris. En daar heeft zij bekend dat zij als enige betrokken is geweest bij de dood van Ishelle. Bij het in stukken zagen van haar lichaam en het dumpen van de lichaamsdelen. Het Openbaar Ministerie vond altijd al dat er een sterke zaak was in de richting van deze verdachte. Daarom werd ze ook al vervolgd voor moord dan wel doodslag. En deze verklaring helpt natuurlijk wel, want het bevestigt het beeld dat het Openbaar Ministerie al had. Ja, die bom werd vlak voor de zitting natuurlijk bij ons even gelegd. Die kwam al hard aan. We hebben natuurlijk 15 maanden lang moeten wachten op zoiets. Je denkt het, je verwacht het of je hoopt het. En dan komt het. En ja, dat was wel heel emotioneel voor ons allemaal. Is het ook een opluchting? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant een bevestiging dat je meisje er niet meer is. Sorry. Dat verdachte Sandra, die bevriend was met Ishelle, heeft bekend, betekent niet dat de inhoudelijke behandeling nu snel kan plaatsvinden. Het is natuurlijk ook heel belangrijk voor nabestaanden dat je een zo compleet mogelijk beeld krijgt. Wat is er nou gebeurd? En haar verklaring die ze bij de rechtercommissaris heeft afgelegd, geeft daar enige duidelijkheid over. Maar er zijn nog wel de nodige vragen te stellen. En welke vragen zijn dat? Daar ga ik me nu niet over uitlaten. Het valt de familie zwaar dat de antwoorden voorlopig nog uitblijven op de vele vragen die ze hebben rond de dood van Ishelle. Maar de familie snapt dat de zaak nu nog niet voor kan komen. De onderste steen moet bovenkomen. We hebben alle begrip voor het feit dat er nu dingen onderzocht moeten worden naar aanleiding van haar verklaring. En ja, dat geduld moeten we opbrengen en dat is ook niet zo moeilijk. We gaan naar verslaggever Mercy Kamermans. Ja, Mercy, een onverwachte bekentenis dus. Ja, zeker onverwacht. Dit hadden we eigenlijk niet verwacht dat dit vandaag uitgerekend zou komen. Het is natuurlijk ook wel bijzonder. 15 maanden heeft de verdachte de tijd gehad, zolang zit ze al vast. En nu pas heeft ze voor het eerst bekend dat zij dus echt Ishelle gedood heeft. Dus dat was een hele shock natuurlijk voor de familie, maar natuurlijk ook op een bepaalde manier fijn. Haar advocaat vertelde ook nog dat het best lastig was voor zijn cliënt om dat toe te geven. Ze heeft natuurlijk heel lang volgehouden dat ze het niet gedaan zou hebben. Maar goed, uiteindelijk is dan toch vorige week de dag gekomen dat ze toegegeven heeft dat ze het wel gedaan heeft. Ja, en dat werd vanmorgen dus bekend op de zitting. Maar er zijn nu nog steeds veel vragen, dat werd al gezegd. Gaat de familie uiteindelijk alles te weten komen, denk je? Ja, alles is wel een heel groot woord. Dat hangt natuurlijk uiteindelijk er toch ook van af. Ja, wat Sandra, de verdachte, gaat vertellen. Ik weet niet of zij het achterste van de tong zal laten zien. De familie hoopt dat wel. Hoe pijnlijk en hoe moeilijk ook, ze willen alles weten. Hoe het is gebeurd en natuurlijk ook de waarom-vraag. Want dat soort dingen zijn tot nu toe niet in de rechtbank aan de orde gekomen tijdens de tussentijdse zittingen. Er is natuurlijk wel een en ander al in de media geweest. Zo heeft de ex-man van Sandra gezegd dat hij een affaire zou hebben gehad met Ishelle. Ja, dat zou mogelijk een motief kunnen zijn, maar dat blijft speculeren. Van de zomer is er weer een tussentijdse zitting en pas in het najaar dan zal echt de inhoudelijke behandeling plaatsvinden. Dankjewel, Mercy. Verslagenheid bij aannemingsbedrijf Van Sabbe in Seerarendskerken. Een grote brand gisteravond heeft alles verwoest. Nou, ik was met de voetbaltraining en toen belden ze brandalarm. Dus ja, ik ben als een speler hier naartoe gereden, maar ik was al te laat. Want daar op de brug kwam zwarte roken tegemoet. Dus toen kwam ik hier, we mochten er niet meer bij, we mochten niks meer vrijmaken. Dus het is gewoon te laat, alles is weg. In de loods stonden voertuigen, zoals vrachtwagens en een kraan en gereedschap. Veel medewerkers konden daarom niet aan de slag vandaag, als ze daar al zin in hadden. Ja, die zijn ook verslagen natuurlijk. Iedereen, ja, de chauffeurs, ja, die zijn met de staatmakers mee, zo moet je het een beetje zien op het ogenblik. En ja, hoe de toekomst dat heeft, ja, het is voor ons allemaal even afwachten nu. En we zien het wel. Een ongeluk met meerdere vrachtwagens zorgde er vanmorgen voor dat een deel van de A58 lange tijd dichtging.
Het ongeluk gebeurde om 8:30 bij de Vlakentunnel. Volgens een weginspecteur zat een van de vrachtwagenchauffeurs bekneld, maar is hij niet gewond geraakt. Het verkeer werd omgeleid. Er stonden lange files, ook op de omleidingsroutes. Op de eerste landelijke dag van de fietshelm luidt de boodschap: draag standaard een helm op de fiets. Elk jaar belanden er in Nederland 73.000 fietsers op de spoedeisende hulp vanwege een ongeluk. En door het toenemende aantal e-bikes worden de problemen alleen maar groter. Maar veel mensen zien niets in zo'n helm. Meneer, vertel, waar is uw fietshelm? Ja, die heb ik niet. Ik heb in de winter al een skihelm op, vind ik al genoeg. Hij is thuis. Ik heb thuis een fietshelm. Ik heb altijd op de racefiets gereden. Maar op de gewone fiets vind ik het eigenlijk niet zo nodig. Nou, u bent een van de weinigen met fietshelm. Ja, we rijden altijd met onze fietshelm op. Steeds. Zijn die Nederlanders dan gewoon te eigenwijs of hoe zit dat nou? Nou, ja, het is het fietsland. Eigenlijk zouden ze moeten het voorbeeld geven, toch? De initiatiefnemer van de Dag van de Fietshelm is de organisatie Artsen voor Veilig Fietsen. Een helm is zo belangrijk omdat het de kans op hersenletsel fors kleiner maakt. Het Delta Kenniscentrum, een belangrijk onderdeel van het compensatiepakket voor de afgeblazen marinierskazerne, had inmiddels al 3 maanden open moeten zijn, maar het is nog steeds niet duidelijk wanneer het er komt en of het er überhaupt wel komt. Er zijn politici in Zeeland die hun geduld beginnen te verliezen. Wind in de zeilen, het compensatiepakket. Nou, het is windstil, ik zou bijna zeggen, geen zuchtje wind. De fractie van ProZeeland maakt zich al sinds november 2021 al zorgen over de uitvoering van dit fiche, fiche 1C. Hier aan de kenniswerf in Vlissingen moet het Delta Kenniscentrum komen. Een onderzoeks- en opleidingsinstituut op het gebied van water, voedsel en energie. Het had op 1 februari al open moeten zijn, maar het is er nog steeds niet. Al met al kampt het plan al bijna met een jaar vertraging. Dat vind ik heel jammer, want ik denk dat het heel belangrijk is om zo'n instituut heel snel op te zetten. Nou ja, dat is denk ik net te hoog gegrepen voor Zeeland, maar ja. Want je hebt eerst studenten nodig die dat willen gaan onderzoeken en doen. De uitvoering van het compensatiepakket is in onze ogen in waterverf geschreven. Er zijn natuurlijk wel dingen aangevoerd als Intercity en de Hub. Maar wat heel belangrijk is voor Zeeland en voor Vlissingen en ook voor Middelburg, is de realisatie van het kenniscentrum. En dat zie ik nog eigenlijk op losse schroeven staan nu. In november vorig jaar trokken de universiteiten van Utrecht en Wageningen en het NIOS zich terug als oprichters van het Delta Kenniscentrum. Sindsdien is helemaal onduidelijk hoe het nu verder moet. Tot grote zorg van de partij ProZeeland dat de andere mensen in de Zeeuwse politiek waarschuwt. Voor ProZeeland is eigenlijk de tijdslijn mei. Dan hebben we weer een statenvergadering. En dan komt de gedeputeerde als het goed is met meer informatie over hoe het nu gaat met het Delta Kenniscentrum. Is dat niet tot tevredenheid van de fractie van ProZeeland, dan dienen we een motie in met een ultimatum dat ze voor de zomerreces een antwoord moeten krijgen. Ik heb er weinig vertrouwen in. Waarom niet? Omdat er tot op heden allerlei dingen afgeblazen worden die hier in Zeeland zouden komen. En dit denk ik ook weer op de lange baan wordt geschoven of dat er weer een kink in de kabel komt waardoor het niet door kan gaan. Ik praat erover verder met politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, Marcel, die vrees dat het niks wordt met dat kenniscentrum, is die terecht? Ja, ik denk het wel. Het is in ieder geval een onderwerp dat je scherp in de gaten moet houden. En toen de marinierskazerne naar Zeeland zou komen, was de houding bij de politiek hier ook van rustig aan, je moet een broedende kip niet storen, et cetera. Nou, we weten allemaal wat daar het resultaat van was. Robert Brunk is trouwens niet de enige politicus in Zeeland die ongeduldig wordt over het Delta Kenniscentrum. Maar hij is wel een van de weinigen die het openlijk zegt. De rest is toch nog wel wat voorzichtiger. Ja, nou willen zij voor de zomer, voor het zomerreces, uitsluitsel. Wat zijn nou eigenlijk de laatste ontwikkelingen? Nou, ik heb vanmiddag nog even gebeld met Sybe Rietstra. Hij is de uitvoeringsregisseur van het compensatiepakket in Den Haag, zit hij. Hij zegt, ja, in mei komt de stuurgroep weer bij elkaar. Daarin zitten dan Rijk, provincie en de gemeente Vlissingen. Maar hij kon ook niet zeggen of er dan een klap op wordt gegeven of wat het resultaat dan zal zijn. Kortom, het is allemaal nog erg vaag. Ja, maar hoe lang gaat het dan nog duren? Nou, 1 februari had het dus al open moeten zijn. Het was opvallend dat Rietstra mij vanmiddag ook geen datum wilde geven, want dat wil je dan toch weten, hè? Wat wordt het dan? Juli, november? Hij zei dat hij in ieder geval nog dit jaar op een beslissing hoopt. Nou, dat lijkt me wel het minste wat je mag verwachten. Gaat nog even duren, ja. Dankjewel, Marcel.
Vier weken lang vingen Ingrid Joustra en Danielle van Damme uit Goes twee gezinnen uit Oekraïne op. Danielle had Valeria en haar zesjarige zoon Victor in huis. En Ingrid ving Irina op met moeder Olena en dochter Nicole. De Oekraïense vrouwen hebben sinds kort een andere plek om te wonen, maar er is nog regelmatig contact. Danielle en Ingrid blikken terug. Ik zat in de file in België. En ik hoorde op de radio allemaal Belgen vertellen dat ze mensen in huis gingen nemen. En op datzelfde moment besloot ik om dat ook te doen. Die eerste kennismaking staat nog heel helder voor de geest. Ja, ik weet dat nog heel goed. Oh, nou, ik ook. Ik had eigenlijk heel de nacht al liggen wachten totdat ze zou komen, want ze kwam uit Polen. Ja. En, maar het was dan zaterdagochtend om 7:00. En ze kwam uit dat busje en... Ja, ze was op. Ze was helemaal kapot. En bij mij was eigenlijk het eerste van, mag ik alsjeblieft wifi? Want ik wil even laten weten natuurlijk aan het thuisfront dat ik hier veilig aangekomen ben. De dames wisten eigenlijk niet waar ze aan begonnen. Nou ja, je moet ruimte hebben in je huis in ieder geval. Ik denk dat je niet al te moeilijk moet zijn, want het wordt af en toe gewoon een grote puinzooi in je huis. Mm-hmm. Daar moet je gewoon overheen kunnen stappen. Je moet wel stevig in je schoenen staan, want er komt inderdaad wel behoorlijk wat op je af. Het is wel pittiger dan dat we van tevoren verwacht hadden. Dat is wel echt wel. Ja. Hè, dus, je levert een stukje privacy natuurlijk in. Je moet regels... En je wil dan ook niet vanaf het eerste moment natuurlijk zeggen van... zus en zo. Je ziet natuurlijk dat ze ook aan het verwerken zijn. Dat er heel veel stress in zit. Dat ze soms 's nachts helemaal niet slapen. Ja. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. De gasten uit Oekraïne hadden ook regelmatig contact met de thuisfront. Iedere dag, verschillende keren. Ja. Ja. Wij verstaan het natuurlijk niet op het moment dat zij bezig zijn. Maar je ziet wel aan de manier waarop zij reageren dat er iets ergs aan de hand is. Je ziet het aan de hele non-verbale communicatie. Zie je het gewoon. Uitdrukking, inderdaad. Wat doet dat dan met jullie? Want je kunt niet direct communiceren. Gaat weer via een app en dan? Ja, maar dan pak je ze toch vast. Ja. En dan hou je ze toch gewoon even vast. Ja. En dan knuffel je ze toch gewoon. Ja. En dan komt er een traan. En zelf ben ik daar ook heel gevoelig voor. Je gunt dat echt niemand. Danielle en Ingrid hebben geen moment spijt van de opvang. Nee, zeker niet. Absoluut niet. Nee. Geen seconde. Voor mij is het een verrijking van mijn leven geweest, absoluut. Maar of ze het nog een keer zouden doen? Nee, ik zou het niet nog een keer doen. Die band die wij nu hebben met deze mensen, die blijft. Maar ik denk, als nood aan de man is, en dan weet ik zeker dat jij dat ook doet, dan stellen we dat ons huis weer open. Maar wat Ingrid zegt, we hebben nu echt wel een band opgebouwd met die meiden. En dat blijft ook altijd. Ja. We voelen onszelf toch wel een klein stukje verantwoordelijk voor hun, voor de rest van hun leven misschien wel. Ja. En het is goed zo. Zon vandaag en door de sluierbewolking was er plaatselijk een kring om de zon te zien. Soms betekent dat er regen aankomt, maar nu niet. Het blijft droog. Ook morgen blijft het droog. Dan ook weer best veel zon. Later op de dag wat meer bewolking en het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover deze Zeeland Nu. Ik zie u graag morgen weer. Tot dan en een fijne avond.